Nou, daar ben ik weer met een nieuwe video. Deze keer in het Nederlands, de Engelse video over hoe een vampier zich voedt. Een vampier in actie. Is al in het Engels gedaan. Kreeg ik wat vragen over, dus ook maar even in het Nederlands. Als je op YouTube kijkt, dan zijn heel veel mensen ervan overtuigd dat een vampier iemand is in je nabije omgeving. Iemand met wie je omgaat, iemand met wie je te maken hebt. Iemand met wie je moet werken, moet leven, wat dan ook. Een vampier zou je dan herkennen aan, bijvoorbeeld je ziet twee vriendinnen op straat lopen, waarvan de ene levendig, fris en mooi is en de andere is krom ingezakt en helemaal bleek. Dan is het duidelijk wie de vampier is en wie gevampierd wordt, laat maar even zo noemen. Nog een ding is, dat een vampier zich graag omringt met chaos, drukte, zogenaamde gezelligheid. En dat allemaal om mensen in huis te halen, zodat hij of zij daarvan opknapt. Mensen die gaan hulp bieden als er problemen zijn, ongevraagd of meestal ongevraagd, soms gevraagd. Mensen die nooit genoeg krijgen van aandacht, dus altijd druk zijn en bezig en dat soort dingen. Dan is er nog de verwarring dat iedere vampier zijn tanden in de nek van iemand anders zet. Klopt ook niet, altijd, bijna nooit. Mensen die altijd klagen, zeuren, depressief zijn en dat soort dingen. En dat je daar als vriendin of tante of zelfs als kind geruststelling biedt en steun, maar zo iemand blijft maar doorzeuren. Dat zijn allemaal voorbeelden van wat ik vind, mensen die wel een vampier zijn, maar dat nog niet van zichzelf weten. Want als je een vampier bent, dan wil je niet dat mensen genoeg van je krijgen, dat ze je zat zijn en dat ze op een gegeven moment zeggen van ja, zoek het even lekker zelf uit. Je moet dus als vampier leren om te voeden zonder iemand kapot te maken of uit te putten. Of je gaat niet zeuren, je gaat niet boos worden, want dat soort vampieren zijn er ook. Die expres, vooral op forums zie je dat veel, maar ook in het echi, expres ruzie gaan zoeken. Zodat ze, die ruzie is een soort vuur wat oplaait en daar voeden ze zich mee. Ook zoiets. Ik ben dus een vampier, ik ga met bijna niemand om. Ik word niet zomaar kwaad voor de lol, omdat ik daar energie uit kan halen. Ik ga niet klagen en zeuren. Dat betekent alleen maar dat er mensen over de vloer komen om mij te helpen en dat wil ik helemaal niet. Ik heb ook geen behoefte aan een druk, bezig, gezellig. Loop de deur maar plat, kom vooral binnen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, een soort vampier. Ik drink geen bloed. Wat ik wel doe is voeden met pure ki of bepaalde elementen die iemand anders bezit die ik graag ook wil hebben. Die ik wil hebben of ook wil hebben. Uitzondering is een psychic attack waarbij je vampirisme gebruikt om iemand aan te vallen. Daarover ooit ergens een andere video. In mijn geval is het heel makkelijk. Meestal heb ik genoeg aan reiki. Maar soms is het gewoon handig, bijvoorbeeld als je in de bus zit, met de trein reist. Ook als je lekker op de bank hangt en je kijkt naar YouTube-video's, films, series, zoals Pretty Little Liars of een slechte horrorfilm, Conjuring of verslagen over mode. Dat is bijvoorbeeld een situatie waarin ik denk van, nou, die mensen willen toch gezien worden en beroemd zijn en die kicken op aandacht, dus daar kan ik wel wat mee. Dus dan voed je je via een scherm. Een ander ding is, als ik boodschappen aan het doen ben bij Albert Heijn of bij de Lidl, dan heb ik niet de tijd om tussen de uien en de bananen mezelf een reiki behandeling te geven. Dan is het soms handiger om
te vampieren. Ook als ik op de fiets zit en ik begin moe te worden van al die wind en de regen en die kou en de gezeulde boodschappen, dan is het ook handig als je op mijn manier voedt. In het eerste geval, stel ik kijk een video filmpje over een rij modellen die over de catwalk loopt. Dan zie ik, oh, zij is mooi, ze heeft mooie benen, zij loopt mooi, ze heeft een mooie sensuele gang in haar lopen. Zij heeft mooi haar, zij heeft mooie ogen, bij haar staan de kleren echt extreem goed. Dan gebruik ik mijn ogen eerst. In het begin moet je oefenen en moet je misschien een paar keer herhalen. Mijn advies is niet om als een debiel ergens naar te gaan zitten staren. Dat is alleen maar eng, dat is helemaal niet nodig. Je concentreert je gewoon even op al die modellen die daar lopen. Je concentreert je op hoe ze eruit zien, hoe ze lopen, hun haar, hun ogen, hun uitstraling. Daarmee verbind je jezelf met je wens. Dat is wat je wil, dat mooie haar, die mooie ogen, die leuke uitstraling, die loopt mooi. En om ze allemaal apart te nemen, dat kan. Ik doe het tegenwoordig gewoon in één keer. Ik concentreer me, kijk met mijn ogen, duurt maar 1 of 2 seconden, veel korter dan dat ik hier uitleg. Dan adem ik in, ik ontspan even, adem weer in. En die adem, heel veel jonge mensen kennen de serie denk ik wel, The Strain. Daarbij hebben een soort vampier-zombie-achtige wezens. Die gooien hun bek open en dan komt er een gigantische tong uit met een soort slurp-apparaat aan het einde. Die tong in The Strain is vrij kort. In mijn geval kan ik die zo lang mogelijk maken als ik maar wil. Dus is dat 1 meter, is dat prima. Is dat 30 meter, is dat ook prima. Is dat via een YouTube-schermpje of een televisiescherm of wat dan ook, dan adem ik uit en dat ding aan het einde bezit haken. En daarmee grijp ik dus of omring ik een groep mensen met die, ja, grijp. Het is een soort grijpautomaat. Net zoals in de kermis, je hebt zo'n kastje, beestjes onderin. Je laat dat ding draaien en hoep. En dan gooit het dat in het kastje. Tenminste, als je daar goed in bent. Wacht even hoor. Dus in het geval van de modellen die ik zie op televisie of via een YouTube filmpje. En dan grijp ik dus die hele groep of een individu. En daarmee trek ik dus de energie naar me toe. Ik maak daarbij ook vaak slikbewegingen. En als ik klaar ben en ik voel dat het genoeg is, dan laat ik los of ik kap het koord door. En zij gaan weer hun eigen gang en ik heb wat ik hebben wil. Bij de Lidl of de Albert Heijn werkt het een beetje anders. Het kan zijn dat ik achter iemand loop en ik denk van ze heeft een mooie huid of wat dan ook. Of ze heeft genoeg energie om uit te bellen, te sjouwen met. Ze heeft al een hele dag geshopt, dat zie ik. Want ze heeft een tasje van Zara, van de Primark, van Haren. Dus ze heeft geshopt, ze heeft daarna nog tijd genoeg en energie over om boodschappen te doen en te bellen. En wat dan ook. Waarschijnlijk gaat ze daarna nog met haar kinderen het bos in en de hond uitlaten. En heeft ze nog tijd genoeg om met haar man te gaan daten of zo. Weet je wel, zo'n type. Dan is hetzelfde systeem. Adem in, adem uit, adem in, even ontspannen. Van tevoren heb ik dus precies bepaald wie mijn slachtoffer is. Ik adem uit en ik trek die energie naar me toe. Met die slikbeweging, maar soms ook met mijn ogen, dat ik gewoon af en toe even dit doe. Dus als je mij ziet winkelen en ik doe dit, dan even niet storen, want dan ben ik aan het voeden. Het kan ook zijn dat ik in de rij sta en denk, oh mijn god, ik moet zo direct dat hele stuk nog naar huis lopen. En ik zie naast mij in de kassa ook weer iemand met. En dan moet je een beetje. Reiki is heel handig. Dan word je gevoelig voor energie. Je wordt gevoelig voor energie die goed voor je is. Je wordt gevoelig voor energie die niet goed voor je is. Dus daarin gebruik ik ook Reiki. Het bepalen van mijn prooi, laat het maar even zo noemen, gaat heel snel. 1 seconde. Ik kijk.
Ik beslis ja of nee en ik kijk weg. Meer heb ik niet nodig. Dus ik kijk een beetje rond, van nou, wie zou er geschikt zijn? Ik heb pijn aan mijn knie, ik heb pijn aan mijn buik, ik ben moe, ik heb hoofdpijn. Wie kan mij helpen? En in die ene seconde bepaal ik ja of nee. Dus is het ja, dan adem ik uit. En ondertussen kan ik dus al drinkende, laat maar zeggen, mijn eigen boodschappen op de band leggen en afrekenen. En ondertussen heb ik in mijn hoofd dat gevoel van oké, laat maar komen. Totdat ik klaar ben en dan laat ik los. Ik adem nog een keer uit om mezelf schoon te maken. Ik ga nooit te ver. Het is niet de bedoeling dat ik iemand vastgrijp, leegzuig, blijf voeden. En dat iemand vervolgens flauw valt bij de kassa. Daar heeft niemand wat aan. En het is ook niet nodig, want ik kan beter hier 1%, daar 2%, daar misschien 5, daar 1 enzovoort doen. Dus heel veel mensen zijn er dus ook van overtuigd dat een vampier gaat staren naar je. En op die manier dus energie naar zich toe haalt. Is helemaal niet nodig. 1 seconde is genoeg. Want je loopt rond, bijvoorbeeld in een drukke winkelstraat. En je ziet iemand, meestal een vrouw, soms een man. Als die bijvoorbeeld voetbalkleren aan heeft en lekker sportief is en zo. Dan denk ik van nou, dan kan ik ze direct wel gebruiken als ik chica uit ga laten. Dan omring ik dus de hele man. En voed mij van meestal via zijn kruinchakra naar mij toe. Of als dit lekker voelt, gezonde longen, dat soort dingen, grijp ik hier. Dus je loopt in de winkelstraat en je hebt zoiets van oké, daar loopt een mooie. Ja, dat is een mooie dame. 1 seconde. Je hebt dat beeld in je hoofd, dus je weet precies waar je adem naartoe gaat. Het kan zijn dat je gezicht die kant op wijst en je dus helemaal niet naar je prooi kijkt. Maar die adem die gaat, die beslist dat. Dus het is een hele simpele, krachtige beslissing. Als je onzeker bent, dan werkt het niet. Weet je wat je aan het doen bent, dan gebeurt dat dus die kant op. Daar is die prooi. Ondertussen kun je dus rustig etalages blijven kijken. Je blijft voeden totdat je het gevoel hebt van oké, dit is genoeg voor mij. Maar ook genoeg voor die ander om snel weer op te laden. Ergens door. Kan zijn een leuk stukje muziek voor die mevrouw. Of ze aait even een hond die ze tegenkomt. Of ze ziet een leuk jasje in een etalage. Haar man geeft haar even een kus. Of een vriendin omhelst haar. Het zijn allemaal dingen waar iemand heel snel voor oplaadt. Ik heb van nature zit mijn aura en mijn energiesysteem gabbel in elkaar. Dus vandaar. Dan moet je even de video kijken over waarom ik een vampier werd. Dan doe ik dat dus zo. Als ik fiets en ik zie bijvoorbeeld een paar meisjes op de fiets. Ik ben moe, regen, kou, bibberen. Boodschappen achterop. Ik denk, ik moet nog 2 kilometer. En ik zie meisjes fietsen bijvoorbeeld met hockeykleding aan of iets sportiefs of zo. Dan denk ik, oké. En ze hebben nog na het sporten tijd genoeg om te giebelen, te bellen, te kletsen, te klooien. Dan heb ik ook zoiets van adem uit, adem in. En daar gaat die adem. En dan pak ik weer die hele groep, omring ik met mijn energie. En ik haal die vreugde, dat plezier, daar haal ik iets van weg. En dat slik ik in. Dus ik hoop dat dit genoeg is. Als je dus omgekeerd werkt en ik heb bijvoorbeeld last van mijn longen bijvoorbeeld, dan adem ik die pijn in mijn longen weg naar iemand en dan gaat het dus de andere kant op. En dat doe ik dan bij, laat zeggen, als ik aan het winkelen ben, bij 20 mensen. Gewoon. En dan kan ik de lul uitlopen zonder die benauwdheid. En de meeste mensen zijn gezond en fit genoeg om dat snel op te knappen. Dus ik doe geen schade. In tegenstelling tot iemand die een mes of zijn tanden in je nek zet, dan ga je dood. Mensen die constant ruzie zoeken, die hebben op een gegeven moment geen leven en geen vrienden meer over. Mensen die altijd zeuren en mekkeren en depressief doen. Dat ben je op een gegeven moment ook wel zat. Mensen die de hele tijd als een debiel naar je zitten te staren. Ik bedoel, het ziet er alleen maar heel erg eng uit en je jaagt mensen weg.
Dan heb je nog de mensen die constant bezig zijn en druk zijn en kom koffie drinken en dan krijg je altijd wel een probleem op je bord. Dit is ziek, dat is dood, dat doet pijn, dat is zo druk. Kun jij alsjeblieft even, als je toch naar de apotheek gaat, nou, je voelt hem wel aankomen, niet te veel mee omgaan, doodeng. Dat zijn vaak mensen die niet weten, op uitzondering van de bloedzuigers, laat maar zeggen, niet weten wat ze doen, waarom ze het doen en hoe ver ze kunnen gaan. En dat is iets wat je gewoon moet leren. Het is niet alleen de techniek, maar je moet ook leren op tijd los te laten, controle. Dus als je jong bent, of als je oud bent zoals ik, kijk dan even de screen. Ik moet nog 5 afleveringen. Maar ik zag dat, ik denk van, hé, hey, dat is grappig, want dat is precies zoals ik voed. Dus tot zover deze video en er komt nog een vervolgie. Ik weet niet wanneer. Tot de volgende keer. Doei!